Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. En in deze video wil ik eens met jou hebben over het thema wat is spiritualiteit? En die vraag of het idee om deze video is eigenlijk gekomen naar aanleiding van het feit dat mijn tweeling vroeg aan mij tot welke soort religie of welke geloofsovertuiging hoor jij dan? En ik moet zeggen, ik kan me niet echt herinneren wanneer dat de eerste keer was wanneer ik het woord spiritualiteit gehoord heb of gebruikt heb. Mijn ouders waren katholiek opgevoed en dus kreeg ik eigenlijk dezelfde opvoeding mee. Ik ging naar de katholieke school, ik heb mijn eerste en mijn plechtige communie gedaan en zo verder. Dus bidden en spreken met God of hulp vragen aan Moeder Maria en met Jezus spreken, of hoe moet ik het gaan zeggen, zijn eigenlijk zaken dat ik ook als kind meegekregen heb. Dat voor mij als de normaalste zaak van de wereld was. Maar ik denk dat de eerste keer dat ik me eigenlijk echt bewust herinner dat ik ook beroep deed op bijvoorbeeld overleden dierbaren, als een soort van steun en toeverlaat, dat was eigenlijk toen ik de eerste keer werd geconfronteerd met verlies binnen mijn directe omgeving. Mijn grootvader was overleden toen ik 11 jaar oud was. En als 11-jarige observeerde ik eigenlijk alles wat dat er mee aan het gebeuren was. En dat gebeurde natuurlijk vanuit een ander oogpunt dan de volwassenen op dat moment. Waardoor dat uiteindelijk de manier waarop dat mijn familie met verlies omging, voor mij was dat niet altijd duidelijk waarom dat zij dat zo deden en waarom dat zij zo reageerden en waarom dit gebeurde en dat gebeurde. Waar ik niet meer wil zeggen dat ik geen respect heb voor het rouwproces van elke mens natuurlijk, want ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan en zijn eigen proces te gaan en dat is oké. Maar hetgeen wat ik niet begreep was vooral dat de mensen deden alsof dat overleden, het sterven, doodgaan, dat het einde was. En als gevoelig kind wist ik eigenlijk op dat moment wel al beter, onbewust. Nu weet ik dat bewust. En daarom ging ik bijvoorbeeld ook nooit graag naar de kerk. Behalve dat ik het saai vond, kon ik me om een of andere reden niet vinden in hetgeen dat die gast of die priester op dat moment vooraan in de kerk stond te verkondigen. Meestal ging ik heel snel ook mijn eigen wereld in. Begon ik de vensters te observeren, de verhalen die erop uitgebeeld stonden. Of ik begon te kijken naar de mensen om me heen en vroeg me af wat ze dachten, wat ze voelden, wat ze van werk deden. Niet weten dat ik eigenlijk toen al ook kon voelen wat de andere mensen voelden. Zo heb ik bijvoorbeeld altijd als kind gezegd van wat ga je later doen of wat wil je doen. Had ik altijd gezegd van ik ga de wereld verbeteren zodat er vrede is voor iedereen. En ik was eigenlijk vergeten dat ik dat gezegd had. Het was mijn moeder die me daar eigenlijk aan herinnerde. Dat ik dat als kind vaak gezegd heb. Dus als je daaraan terugdenkt, voor jezelf, dan ga je eigenlijk ook wel zien dat je als kind onbewust weet waarvoor je geboren bent. En wat je hier eigenlijk komt doen, wat je komt leren. Dus om dan eigenlijk op de vraag van wat is spiritualiteit te antwoorden, is voor mij spiritualiteit eigenlijk wie dat je bent. Het verwijst naar de verbinding met je geest, met je spirit. En hoewel dat verbinding misschien niet de beste omschrijving is, want uiteindelijk ben je jouw ziel, zou je eigenlijk beter moeten zeggen van dat je je spiritualiteit omarmt. Dat betekent dat je eigenlijk je fysieke lichaam omarmt en verbindt met wie dat je bent, met je ziel. Dus voor mij is spiritualiteit zeker geen geloofsovertuiging. Het is zeker al niet gebonden aan een kerk of religie. Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk alles van dat is, maar plus ook de verbinding van die verschillende religies, de verschillende geloofsovertuigingen, als één geheel, waardoor dat de kracht van die elementen onderling, dus van de verschillende overtuigingen onderling, versterkt worden in wie dat wij zijn. Als je het een definitie zou willen geven. Want spiritualiteit is voor mij geen gewone sokken gedoe. Spiritualiteit is voor mij heel aards. Want veel mensen zeggen tegen mij ook, wanneer dat ze mij leren kennen, dat ze dat eigenlijk totaal niet zouden verwachten van mij. Waarom? Omdat spiritualiteit is eigenlijk het verruimen van je kijk op de wereld. Het is het ontdekken van het leven. Meer willen weten over hoe dat universum werkt. Want uiteindelijk bepaalt dat hoe dat we ons leven gaan vormgeven. En spiritualiteit is dus eigenlijk het worden
en het belichamen, dus in je fysieke lichaam nu, van het eenheidsbewustzijn. Waarbij dat je weet en voelt in je ganse leven eigenlijk, dat er meer is dan wat de meeste mensen op dit moment nog altijd maar met hun fysieke ogen zien. Je zou kunnen zeggen dat spiritualiteit eigenlijk de multidimensionaliteit zien is van het leven. En ook beseffen dat alle religies een kern van waarheid in zich dragen. Gaande van natuurreligies, tot besef van dat er galactische beschavingen zijn, tot het besef dat wij als mensen eigenlijk als broeders en zusters samenleven, dat wij allemaal broeders en zusters van elkaar zijn. En dat brengt mij dan eigenlijk ook terug op het eenheidsbewustzijn, wat een hogere vorm van waarnemen is, waarin dat je eigenlijk de kennis hebt van dit alles, van al die verschillende religies, van al die verschillende overtuigingen. En je hebt dat een vorm gegeven en geankerd in je lichaam. En dat eenheidsbewustzijn, dat gaat zich uiteindelijk uiten in het zich één voelen met alle leven. En dat uit zich ook in het zorg dragen voor de aarde, voor de planten, voor de dieren. Dat toont zich in het respect hebben voor ieders eigenheid en ieders proces. Want ware spiritualiteit, dat laat zich niet als beter dan de anderen bestempelen. En dat dringt zich al helemaal niet op als zijnde van wat ik jou vertel, dat is de waarheid. Ware spiritualiteit laat ruimte voor ieders individuele groei. Omdat we allemaal aan het groeien zijn naar eenheid, naar het besef van die eenheid. Maar met behoud van onze individualiteit. En dat is net hetgeen wat we het laatste jaar geleerd hebben. Ontdekken van, maar wie ben ik dan? Wat is mijn individualiteit? Wat is mijn authentieke waarde? Wat is mijn eigen energie? Wat is mijn trilling? Omdat wanneer we teruggaan naar die eenheid, dat we ons niet meer opnieuw verliezen in die eenheid. Dat we nog steeds beseffen van wie dat we zijn, wat ons talent is en op welke manier dat wij een uitdrukking geven aan het leven, aan onze ziel. En dus mensen die op het pad lopen van ware spiritualiteit, focussen niet op de buitenwereld, focussen niet op materiële, omdat ze weten dat verandering van een buitenwereld gestuurd wordt van binnenuit, dus van in jezelf. En daarom werken die mensen ook aan zichzelf. Ze helen wonden en trauma's via de energie van hun hart, dus via de liefde. En ze leren hoe dat ze opnieuw verbinding maken met hun hogere zelf, omdat ze eigenlijk vanuit afstamming en uitleiding met hun ziel hun leven vormgeven. Zodanig dat ze meer voldoening ervaren, zodanig dat ze meer vervulling op elk vlak in je leven ervaart, maar ook dat je overvloed aantrekt. Dat je een harmonie, een balans hebt in je ganse leven, op alle vlakken van je leven. Dat je vrij voelt, dat je ziel weer vrij is. Dat je kan doen wat je ziel nodig heeft en naar op zoek is. Uiteindelijk is dat het doel van het leven. Spiritualiteit is eigenlijk een stukje meester worden. Meester worden over je eigen leven. Doordat je eigenlijk door te werken aan jezelf je energiefrequentie verhoogt. En daardoor ga je opnieuw gaan beschikken over alle overvloed van de wereld, over alle mogelijkheden, oneindige mogelijkheden die eigenlijk het leven jou te bieden heeft. En op dit moment zie je misschien maar nog een stukje van de mogelijkheden of van de zaken die er zijn, want er zijn oneindig veel mogelijkheden. En dat, mooi mens, is eigenlijk wat spiritualiteit is voor mij. Totaal niet iets om beschaamd over te zijn, of totaal niet iets om zelfs niet over te praten. Daar hoeft daar geen taboe rond te zijn. Want uiteindelijk is dat wie dat we zijn. En te lang hebben we gedacht dat mensen met gaven zoals helderziendheid, helderhorendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid, dat die mensen raar zijn, dat die apart zijn. Maar dat is niet. Dat is iets die nog altijd in ons systeem zit, in ons DNA geankerd is door vorige levens, door de onderdrukking, door bepaalde religies, dat we denken dat die mensen die dat hebben, die dat uiten, dat die niet te vertrouwen zijn. Maar uiteindelijk zijn we allemaal dezelfde. En allemaal hebben we de potentie in ons om die haven te ontwaken, om die wakker te maken en om die opnieuw te gaan gebruiken. Het is ook niet zo dat je maar één van die haven hebt, je hebt ze alle vier. Alle vier. Je kan dus helderziend zijn, je kan helderwetend zijn, je heldervoelend en helderhoorend. Het verschil is dat er één kanaal is die jouw voorkeur draagt. Bij mij is dat helderhorendheid, maar ik kan evengoed ook visioenen en beelden zien. Soms weet ik ook dingen en voel ik heel veel dingen ook aan.
Maar Helder Hoordeed is mijn primaire kanaal van communicatie als het gaat met de lichtwezens, met mijn ziel, met mijn gehoren zelf, of hoe dit ook wil zeggen. Dus weet dat ook jij in staat bent om die dingen te ontwikkelen en te gaan gebruiken om als leidraad om te weten wat eigenlijk jouw pad is hier op aarde. Maar het is echter jouw vrije wil die bepaalt of je met die gaven en talenten iets doet in het leven. En dat is ook oké als je zegt van voor mij hoeft dat niet, dat interesseert mij niet, of ik ben daar bang van of maakt niet uit. Dat is allemaal oké. Maar weet, als je nu niet gelukkig bent en dat je beu bent om te zien hoe de anderen hun dromen gaan vervullen en dat jij altijd maar blijft achter je dromen aan te houden, weet dan dat spiritualiteit in de zin van je persoonlijke ontwikkeling, dat daarin jouw weg ligt. Dan wordt het eigenlijk hoog tijd dat je het pad van je ziel gaat gaan bewandelen. Dat je erkent wie dat je bent, dat je je hartsverlangen volgt en dat je eigenlijk al de obstakels die op je pad komen, want dat is het enige die nog tussen jou en je hartsverlangen, je dromen zit, dat je die gaat gaan transformeren, die gaat gaan opruimen. En hoe doe je dat? Door eigenlijk je blokkades aan te kijken, door ze liefde te geven, door ze in het licht te brengen. En dat voor mij is ware spiritualiteit. Niet als de dagen zitten mediteren en evolueren en zo. Als ik eerlijk ben, ik ben een heel spiritueel persoon, maar mediteren is eigenlijk een van de dingen dat ik zelden doe. Ik stem gewoon af, ik focus op mezelf, ik breng mijn energie in afstemming, in uitlening, en zo ontvang ik eigenlijk gewoon onmiddellijk wat ik eigenlijk op dat moment moet weten wat ik mag ontvangen. Dus, dat is ware spiritualiteit voor mij. Wellicht heb je misschien een ander idee, en dat is ook oké. Maar ik voelde dat het tijd was en nodig was om daar mijn mening en mijn visie over te delen met jou. En zoals altijd, wens je samen te werken met mij, kijk dan in de box hieronder wat dat de mogelijkheden zijn. Want ik kijk er natuurlijk naar uit om jou te leren kennen en om samen met jou jouw nieuwe leven te gaan creëren. En voor nu wens ik je nog een fijne dag verder en tot binnenkort. Dag!